Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 19 januari van Weerplaza. Voorlopig wordt het weer bepaald door een hoge drukgebied boven het vasteland van Europa. Het zorgt voor een oostelijke wind, daardoor is het erg koud. Vanochtend vriest het op veel plaatsen, rond een uur of elf komt de temperatuur boven het vriespunt uit en vanmiddag is het twee of vier graden. Daarbij waait een zwakke tot matige oostelijke wind en schijnt de zon geregeld tussen de wolkenvelden door. Vanavond gaat het op veel plaatsen weer vriezen. En vannacht is matige vorst van min 5 of min 7 graden mogelijk. Morgen zijn er minder wolken dan vandaag. Het is ronduit zonnig. Smiddags wordt het met moeite 1 graden in Groningen. Tot 3 langs de kust. En daarbij staat een zwakke tot matige oostelijke wind. Maandag verschijnen wat meer wolken, vooral in de noordelijke provincie. Het wordt 1 tot 3 graden bij een zuidelijke wind. Dinsdag is de kans op sneeuw vrij groot in het land. Bij smiddags 1 of 2 graden en een matige zuidoostelijke wind. Mijn naam is Diana Mooi van Weerplaza.